Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Drunpraat vanuit Studio Hitfabriek te Giekerk. Mijn gast voor vandaag is een internationaal gelouterde slagwerker, drummer, percussionist die zijn eigen projecten draait en veel op tour is in binnen- en buitenland. Hij is onlangs nog verkozen door de lezers van Slagwerkrant tot beste en populairste fusion drummer Benelux, Lucas van Merwijk. Hey Lucas, ik ben echt ontzettend blij dat ik jou hier in de show heb. Ik ken jou eigenlijk al, ja, ik weet niet eens hoe lang, volgens mij was ik 18 of zo toen ik jou voor het eerst trof. Ja, ja, dat was zo, volgens mij 86, 87 in die buurt ongeveer. Hè? Ja, dat klopt. Maar ik heb je natuurlijk wel linksom en rechtsom wat gevolgd. En we leven nu in een hele rare tijd door die corona-periode. Hoe ervaar jij dat? Kijk, het is tot rust komen aan de ene kant. In het begin vond ik het terugkijken naar alles. Hè? Want het spelen stond stil. Dus de eerste reflex was is kijken wat je allemaal hebt en wat je hebt gedaan. Dus ik ging ook wat oude vrienden opzoeken en contacten. Oude tapies luisteren en hoe gaat het? En mensen van heel lang geleden. En daarna begon het toch eigenlijk weer een beetje te kriebelen. Zoals nu ben ik weer toch allerlei dingen aan het opstarten. Maar ik moet je zeggen, ik vond het niet alleen maar negatief. En ik zie natuurlijk heel veel mensen om me heen die echt problemen hebben. Financieel ook, economisch, omdat geen inkomsten. Gelukkig heb ik al lange tijd een lesbaan aan het conservatorium Amsterdam. Waar ik heel veel tijd in stop. En ik geef ook... Ik ben actief lesgeven online en dus dat heb ik in de loop der jaren opgebouwd. En nu gaat die aandacht meer daar naartoe. En tegelijkertijd ben ik ook bezig met opstarten van producties in de hoop dat op een gegeven moment die corona voorbij is. En dan hebben we weer dingen klaar. Hè? Ja, en, ja. Maar ik moet je zeggen dat ik het ook wel een prettige kant van heb om even tot rust te komen. Want ik voornamelijk de afgelopen 10 jaar heel veel gereisd, heel veel toeren in het buitenland ook en heel veel naar China en dat ja, is heel leuk, maar ook eigenlijk als ik nu ik tot rust ben gekomen, merk ik wat een gekkenhuis was het eigenlijk. Ja. De hele tijd maar vliegen, ja. De hele tijd maar vliegvelden, hotels en optredens, tours, clinics en je zit in een soort molen, wat je hebt niet eens door dat het zo'n gekke huis is. En nu het tot stilstand is gekomen, is het wel prettig om dat eens eventjes van afstand te kunnen bekijken. Ja, precies. En dat vind ik wel het voordeel hebben. Het voordeel van deze situatie. Ook het feit dat wij hier zoiets als dit nu kunnen doen, wat toch misschien zowel voor jou als voor mij vroeger wat moeilijker was geweest. Ondenkbaar. Ja, ondenkbaar dat je op een zaterdagavond hier of een zaterdagmiddag... Dat is wel leuk. We spreken elkaar nu en we hebben toch een beetje een gemeenschappelijk verleden. Zo een paar muzikanten hier uit Friesland, de Kier van de Werf met Chris Hinze. En dat was eigenlijk ons contact toen. Ja, daar begon alles mee. Ik had toen die tour met fluitist Chris Hinze. Geweldige muzikant, ondernemer ook, waarvan ik eigenlijk heel veel heb geleerd. Niet alleen qua spelen, maar ook hoe hij alles organiseerde en zijn business maakte. En dat vond ik, ja, dat was voor mij toch een belangrijke tijd. En met Kier, die was helemaal bezeten van gitaar en van muziek en een hele levendige gast. En die stelde jou toen voor aan mij. Ik heb een drummer in Friesland, die is geweldig, een jonge gast en zo. En dat weet ik nog heel goed. En toen kwam je mee. Het feit dat we hier nu tijd voor hebben, dat is ook wel heel mooi. En zo zijn er meer dingen die, ja, positieve kant van corona. Maar ik acht mezelf heel, heel gelukkig dat ik een baan heb en... Ik zie heel veel mensen, maar ook een paar van mijn kinderen die in de muziekbusiness zitten. Mijn dochter Jana met Treintje, wat stilstaat, de concerten. En ja, het is echt lastig. Ja. Echt lastig om inkomsten te... Dat was al niet makkelijk. Ik bedoel, het was al niet makkelijk om als muzikant geld te verdienen. Maar goed, al met al. Je hebt zeg maar drie dingen. Dat zeg ik altijd, je kan...
je hebt de concerten, dus zeg maar de performances, waar dus zij live of in de studio, dat is één ding waar je geld uit kon verdienen, uit te halen. Twee is educatieve dingen, hè, clinics, lesgeven, online of... En derde is merchandise, dus cd's verkopen. Nou, dat laatste is heel moeilijk geworden, maar je kan cd's of boeken of stokken, whatever. Dat zijn de drie inkomstenbronnen. Nou, dat eigenlijk alleen wat overgebleven is, is het didactische, het lesgeven, ja. Waar je nog wat inkomsten uit kan halen. Ja. Zo zie ik het tenminste. Maar goed, ja. Leuk. Nou. Ja. Goed, nou we gaan aan de slag hiernaast. Ja. We gaan naar de studio, want ik wil meer weten over wat je doet en, yes. En hoe je dat allemaal hebt ontwikkeld. En ik denk Perfect. Dat de kijkers daar ook ontzettend in geïnteresseerd zijn. Leuk. Dus we gaan beginnen in de studio hiernaast. Top. Hey Lucas, te gek man. Hey Sietse. Jeetje, dat is wel echt heel fijn dat ik je hier in de studio heb. Daar ben ik echt heel blij mee. Nou ja. En ik heb altijd heel veel bewondering gehad voor je manier van spelen. Okay. Wat je doet. En ik heb daar eigenlijk wel meteen een vraag over. Jij hebt... je bent heel erg bedreven in die Latin-Cubaanse dingen. Oké, okay, ja. En dat is iets wat denk ik ook heel veel kijkers interesseert. Hmm. Is... Waar is dat moment ontstaan dat je daardoor geraakt werd en dat je dacht, dat is gewoon tof om te ontwikkelen. En hoe heb je dat dan gedaan en wat is het proces geweest? Het proces geweest dat ik in Amsterdam in die tijd, begin jaren 80, ging wonen. En ik ging daar studeren op het conservatorium in Amsterdam. En eigenlijk kwam ik uit de punkmuziek, uit punkrock en een beetje underground-achtige muziek, bandjes. En tegelijkertijd... op het conservatorium kwam ik in aanraking met jazz. Ik begon ook met jazz te studeren en ik leerde die wereld jazzdrummers kennen. Maar ik zat ook in een Latin bandje met Nederlandse mensen. En die heette de Big Bamboo Party Time Calypso Band. En daar speelden we calypso's. Calypso's, dat is uit Trinidad. Dat ja, simpele ja. Ritten zoals ze... Zo'n soort rhythms. En de bassdrum was eigenlijk boem, boem, boem. Ja. En dat was een leuk bandje. Toen was ik een jaar of 19, 20. En, maar je had in Amsterdam in die tijd een hele host van Latin muzikanten. De muziek begon, die term salsa. Dus er waren salsa muzikanten uit New York. Aantal kwamen vestigd in Amsterdam. Amsterdam was een soort centrum van de Latin muziek. En, maar een aantal echte Latino's, die kwamen uit de Bronx in New York. Leslie Lopez en percussionisten, allerlei mensen met wie... En die hadden gehoord dat ik een beetje Latin speelde. Dus die begonnen mij te vragen voor hun salsa bands, echte Latin bands. Dus ik begon daar timbales te spelen. En dat waren de echte gasten, weet je wel. Dus die kwamen daar vandaan. Dat waren salseros. Dat was een soort... Ik als Hollandse jongen speelde opeens in die nachtclubs, in de kroeg, elke 3-4 keer per week. Echt salsa, hardcore salsa, Latin muziek. Dus dat was eigenlijk mijn eerste ervaring met niet-westerse muziek. En ik leerde begrijpen hoe dat werkt in Latin muziek. Dus polyritmiek, meerdere ritmes tegelijkertijd. Eén percussionist speelt dat, andere speelt dat, andere speelt dat. Gebaseerd op de klaven, dat kent inmiddels iedereen wel. Ja. Dus dit patroon is de klave. En ik moest dan op timbales het cascara-patroon spelen. Ja. Het cascara-patroon, dat is het patroon wat je aan de zijkant speelt. Ja. Conga's. Toedoen. Toedoen. Zit niet zo op de 1 zoals bij ons, maar vaak op de 2. Dus ik leerde eigenlijk, nu speel ik alles tegelijk, maar in die tijd speelde ik alleen maar het cascara-patroon en het mambo-bel-patroon. Dat vond ik al heel wat dat ik dat kon. En dus ik speelde.
één patroontje wat ik dan die hele avond moest spelen. Dus ik leerde eigenlijk, omdat je heel gelimiteerd was in wat je mocht doen in lettermuziek. Want als iedereen maar wat doet, dan wordt het heel snel een zooitje, omdat je met 3-4 percussionisten bent. Dus als drummer in jazzdrum of in, je bent de enige in een band, dan kan je films maken wanneer je wil en je kan inkleuren. Maar in lettermuziek ligt veel nauwer wat je doet, omdat je heel snel elkaar in de weg zit. Dus je moet heel goed luisteren naar elkaar. En dat was een school voor mij, want ik leerde spelen voor Latino's, danspubliek. En dat betekent kritisch publiek. Heel kritisch publiek, heel kritisch natuurlijk. Publiek. Ja. En het moet grooven. Ja. Het moet swingen, het moet grooven. Dus ja. het moet samenvallen. Het moet echt dit doen. Weet precies. Je? En dat zeg ik nog steeds tegen leerlingen. Ik zeg, je leert eigenlijk het meeste als drummer, vind ik nog steeds, om te spelen voor twee dingen. Spelen voor danspubliek en spelen met zangers of zangeressen. Danspubliek, je leert grooven, niks te veel doen. Je moet alleen maar dat doen wat nodig is voor die muziek. Als je leert met zangers begeleiden, zangeres of zangers, leer je luisteren naar de tekst, de vorm, dat je een liedje kan spelen. Nou, precies. Dus die twee dingen. En dat waren ook orkesten. Het was met trompetten, trombones en blazen. Dus ik moest ook lezen en... Ja, dat had ik eigenlijk nog nooit gedaan. Dus ik was vaak helemaal kapot aan de afloop van zo'n concert. Dus het was echt een school voor mij. Ik leerde samenspelen, ik leerde polyritmiek, ik leerde lezen, ik leerde luisteren, leiden. In Latin bands, de timbalero, dus degene die timbalen speelt, is eigenlijk meestal de leider van de ritmesectie. Die geeft alle cues en de feels, vergelijkbaar met een drummer in een band. Later begon ik al die dingen te vertalen naar drums. Dus ik was natuurlijk nog steeds drummer. Ik speelde ook in allerlei bandjes, ook nog steeds popbandjes. Lois Lane en fusion dingen, Future Shock, Chris Hinze. Ook jazz dingen. Maar, dus het is niet zo dat ik een keuze was dat nu ga ik dat doen. Het liep allemaal een beetje door elkaar heen. Maar die Latin muziek, mensen begonnen mij daar... mee te identificeren. Jij bent toch die Latin drummer? Ik zeg, ineens krijg je dat stempeltje. Het was nooit een keuze geweest. Nee. Echt van, ik ga nu... Het kwam op mijn pad en ik ben dat... Dus. Ja. Maar ik vond het wel super interessant. De manier van spelen die anders is... qua coördinatie dan bij andere types van muziek. Andere jazz of zeg maar rock of funk... wat vaak monoritmes zijn. Dus mono wil zeggen, dit is één ritme. Bij polyritmiek zijn meerdere ritmes tegelijkertijd. En als je het hebt over lettermuziek, heb je het vaak over Cubaanse muziek. Cubaanse muziek komt eigenlijk vanuit Afrikaanse polyritmiek. En dan ga je afvragen, hey, waarom is dat zo? Waarom speelt die dat patroon of rumba's of... Ja, op een gegeven moment kom je dan achter bijvoorbeeld die klaven. Dat die 3 en die 4, dat gevoel, dat zit er vaak tussenin. Dat is wat mensen dan proberen te grijpen. En dat was voor mij ook lastig in het begin. Dat speelt een hele wereld die zich afspeelt tussen dat rechte gevoel en dat triolen gevoel. Ja, hè? Precies. Dus, noem maar, als ik heel, heel simpel ritme recht zou spelen. Gewoon de 2 en de 4 op je linkerhand. 2 is rimklik, 4 is open. Normale somklaven. En dan beweeg ik hem naar zit, dan wordt het opeens 6/8. Ja. Dus ta. Nou, daar heb je allerlei gradaties in. En van hoe ver naar die kant of afwijkt of naar die kant. En dat, dan heb je het over een bepaalde feel van lettermuziek. Dat leer je op een gegeven moment van, je hebt Cubaans, je hebt Braziliaans. Dat zijn weer allerlei
Als jij een, andere werelden. Ja. Als jij een drummer die zich een beetje in dit idioom wil verdiepen, een tip zou moeten geven hoe die, waar zou je moeten beginnen om die onafhankelijkheid en die polyritmiek als geheel te ontwikkelen? Hoe zou je dat benoemen? Ik noem het nooit onafhankelijkheid, want ik heb het al over coördinatie. Omdat onafhankelijkheid, dat woord suggereert dat dit onafhankelijk is van dit of je, en je, van dat en van je. Dat die, terwijl ik zeg altijd, het is juist afhankelijkheid. Je moet het goed laten samenwerken. Dus en dat kan eventueel resulteren in een gevoel van onafhankelijkheid of een ervaring van onafhankelijkheid. Net zoals, dat, je, net zoals dat je het vrijheid niet echt kan bestuderen. Soms heb je een gevoel van vrijheid en soms niet, weet je wel. Ja. Als gevolg van allerlei dingen die je daarvoor doet. Dus ik zeg al, coördinatie, dat is gewoon het goed laten samenwerken. Dus je hebt vier, in mijn optiek, als je het over Cubaanse muziek hebt, heb je vier coördinatie aanpakken. Dus dat zijn, je gaat uit van bepaalde ritmes die veel voorkomen in Cubaanse muziek. Nou, klaver heb je net al gehoord, dat is één. Dus dan heb je klaver, dat noem ik dan klavercoördinatie. Dus noem maar wat, hè. Dus je hebt, ik zoom nu even in op coördinatie. Dat wil niet zeggen dat dat heiligmakend is om de hele muziek te kunnen spelen. Want je moet ook de muziek zelf snappen en luisteren. Ja. Zoals je bij elke muziek absoluut. Het idioom leren kennen. Maar vaak is het struikelblok, de coördinatie, dat mensen dus in de knoop komen ermee. Dus noem maar wat. Een eenvoudige oefening vond ik altijd, is gewoon zonklaven en hetzelfde met rumba klaven. Bij rumba klaven is die derde tik een achtste later, die komt op de vier. Dus ik zeg, rechterhand. En dan ga je de pauzes. Dus ik ga van rechte achtes naar triode. Nou, dat is best al een pittige oefening. Maar dat is, zeg maar, coördinatie concept 1. Dus gerelateerd aan de klaven. 2 is gerelateerd aan, ik noem het even, het bongo belpatroon. Dat is dit. Dus dat wil zeggen, nu ga je dit door laten lopen en je andere ledematen gaan daar dingen tegenaan zetten. Dus dan kan je bijvoorbeeld ook weer beginnen met downbeat en dan achtjes offbeat. Telt voor je bezem. Je kan een pagina nemen met leesoefeningen en dan ga je dat lezen terwijl je rechterhand doorgaat. Dus klavercoördinatie, bongobelcoördinatie, casca-coördinatie. Het casca-patroon wat ik net al even zei, dat is een patroon wat veel voorkomt in Cubaanse muziek als drummer. Dus als vierde heb ik 12/8 belcoördinatie. Dus 12/8 is dat belpatroon wat je in 12/8 veel hoort. Dat is 1, 2, 3, 4. Linkerhand zet ik er allerlei dingen tegenaan, terwijl het idee is dat dit doorloopt. Precies, Dat is heel, even heel conceptmatig, heel systematisch hoe je dan je coördinatie kan trainen. Maar dat is nog geen muziek, hè? Dus, maar dat geldt voor alles. Dus noem maar wat, ik wou op een gegeven moment, wat jij net noemde, onafhankelijk zijn of vrijheid
Ik wou kunnen improviseren in een bepaald idioom zonder dat ik vast kom te zitten in mijn coördinatie. Vergelijkbaar, noem maar even met jazz. Als je een jazzdrummer, heel simpel gezegd, wil die ride kunnen laten doorspelen terwijl die met zijn andere ledematen wat andere dingen doet. Zo wou ik dat met bijvoorbeeld deze patroon. Want je hebt wel ook zeg maar die Latin-invloeden die je nu net uitvoerig besproken hebt. Die heb je ook geïmplementeerd in je andere stijlen, in je andere spel. Ja, het is, ik noem maar wat, als je iets met een backbeat, dat 12/8 patroon. Door die heavy backbeat krijgt het nu meer iets fusions-achtig. Of je kan in fusion of in jazz rock kan je dat. Dus je hebt aan de ene kant de kennis en de muziek kennen vanuit de traditionele Cubaanse muziek in dit geval, of Braziliaanse of whatever. Tegelijkertijd wil je natuurlijk ook nu spelen in de muziek van nu en daar op een creatieve manier mee omgaan. Hè? Want anders wordt het alleen maar nadoen van dingen en dat wil je ook niet. Maar zo heb ik gaandeweg steeds mijn... dat was een beetje mijn aanpak. En dus aan de ene kant was ik wel streng ten opzichte van in mijn studeren van wat ik net zei. Dus dan wou ik alles daar tegenaan kunnen spelen. En op een gegeven moment krijg je dan dan kan je zeggen, nou, het wordt nu wel onafhankelijk. Ik kan dat door laten lopen. Nou heb je een soort onafhankelijkheid. Je kan praten en... Mijn rechterhand speelt bongobel, linkerhand speelt klaver en ik improviseer met mijn linkerhand en mijn bassdrum. En zo heb ik allerlei combinaties, concepten. Om op jouw vraag terug te komen, wat als iemand begint met wat zou je aanraden, dan zou ik toch eigenlijk proberen simpele basic rims te spelen, het liefst met een ander percussionist, dat je voelt van wat het is om met iemand samen te spelen. Martin Verdonk komt hier ook nog. En dat is een van de percussionisten met wie ik dat heel veel gedaan heb. Gewoon proberen. Dat is ook een element ervan. Hè? Het is mensen denken vaak Latin zijn allemaal regeltjes. Een beetje wel. Maar zoals elke muziek wel bepaalde wetten heeft. Ja, precies. Maar ja. Heel veel is ook niet... je kan er gewoon leuk, los, vrij mee omgaan. Dus experiment zou ik ook adviseren. Ga lekker spelen met mensen. Ja. Hey, we leven tegenwoordig in een... echt interessante tijdgeest, zal ik maar zeggen. Ja. Er is ontzettend veel gebeurd afgelopen, nou laten we zeggen, 15 jaar. Op technologisch gebied. Ja. We kunnen thuis opnemen, we kunnen dit soort dingen maken. Ja. De hele muziekindustrie is volledig veranderd. En jij bent iemand die over het algemeen heel veel eigen producties en eigen initiatieven heeft ontwikkeld, heeft neergezet. Drums United is bijvoorbeeld zo'n voorbeeld. Ja. Ja. Waarbij je eigenlijk buitengewoon succesvol bent geweest volgens mij. Ja. Ook in het buitenland heel veel gewerkt hebt. Mm-hmm. Hoe kijk jij en hoe ervaar jij deze tijdgeest waarin we nu zitten? Ja, ik vind het interessant. Ik vind het geweldig eigenlijk. Even los van de huidige coronatijd. Maar de wereld is klein geworden. Iedereen kan alles met elkaar delen en... ik zie soms ook wel dat het een beetje mensen neurotisch kan maken. Te veel invloeden. Maar de kennis is nu overal aanwezig. Dus iedereen kan in principe, als jij iets wil weten over Braziliaanse muziek. Je typt en één seconde later zie je het allemaal. Mm-hmm. En dus dat is geweldig. Ik kan mensen in het buitenland lesgeven. Je hebt de Zoom dingen. Dus tijdens de corona-situatie heb ik gewoon door kunnen werken. Eén uur zat ik iemand in Israël, de volgende zat ik in Denemarken en dan zat ik weer ergens in Zuid-Amerika of in New York. Dus dat is natuurlijk ongelooflijk dat dat allemaal bestaat. En dat is geweldig. En tegelijkertijd, de business is wel heel erg veranderd. Mijn producties zoals de Big Band heb ik 25 jaar, Drums United, Slagwerkgroep. Kleine producties, dus ik probeer altijd te werken vanuit een thema, iets wat ook daadwerkelijk een einddoel heeft. Hè? Dus
Ik vind clinics te gek. Ik doe dat heel veel in China. Maar ik vind het ook leuk om met z'n allen een bepaald idee vorm te geven. Dus de Big Band heeft een duidelijk concept. Dat er 20 man Latin Jazz, Salsa Big Band. Drums United is percussie uit de hele wereld samen in één groep. En concept wat ook over de hele wereld werkt. Dus dat is heel leuk. We gaan volgend jaar weer toeren in China. En zoals ik drums zie, hè, dit instrument is eigenlijk nog niet zo oud. Amerikaanse uitvinding, maar ja, dat wij hier zitten is niet toevallig. Dat instrument heeft een enorme reis gemaakt vanuit Amerikaanse muziek over de hele wereld. En wat ik heel interessant vind, is, dat heb ik ook in mijn boek World Beat, World Rhythms for Drumset vormgegeven, is hoe dit instrument zich nu in je hebt Noord-Afrikaanse muziek, Europese muziek, Oost-Europese muziek, Balkanmuziek, Turkse muziek. En dan gaan dus drummers die vanuit die wereld komen, gaan een andere groove spelen op dit instrument dan hoe het ooit bedoeld was, vanuit jazz. Hè? Dus, ja, maar hoe is het bedoeld? Daar is ook geen regel voor. Nee, maar het is Baby Dots in New Orleans, die begon gewoon met die bassdrum overeind zetten. En dat was gewoon een soort simpele New Orleans groove. Ja. Daar begon het mee. Ja. Maar als je nu ziet wat er allemaal gedaan wordt, is bizar. Ja, weet je bizar. En ook West-Afrikaanse groove. En dat vind ik altijd interessant, te kijken van hoe de ritmiek zich vanuit bepaalde stromingen zich vertaald heeft naar het drumstel. Hoe mensen dat hebben gedaan. Dat kan in Antilliaanse muziek zijn of West-Afrikaanse muziek of Balkan dingen, waanzinnig, weet je wel. Ja. Maar het gebeurt ook andersom, hè? Dat technologie, hè, drum en bass, echt voorgeprogrammeerde dingen die dan, zo Jojo Meyer doet dat soort dingen. Jojo Meyer, ja, ik heb met Jojo in China een paar keer zaten we in dezelfde commissie, drummetjes luisteren en commentaar geven. We hebben ook een paar dingen samen gedaan. Dus ik ken hem een beetje. Ongelofelijke gast. Trouwens, een van mijn inspiraties voor mijn laatste solo CD, Climate Change, was eigenlijk door hem. Dat, weet je, een ander soort set. Een beetje blended. Een beetje dus kleine hi-hatjes, elektronica. En dat vond ik heel leuk. Was echt door hem geïnspireerd. Wat een gast is dat, zeg. Ja, bijzonder, ja, bijzondere muzikant. Heel bijzonder. Hè? En ook zo gedreven. En dat geeft me wel goede energie geven. Geen makkelijk iemand, maar wel zo tot het diep gaan, weet je wel. Ja, en helemaal tot de edge gewoon. Toen dacht ik, wauw, ja, wat te gek. En dat was echt inspiratie voor mij weer. Sorry, dus dat is ook leuk. Ja. Klopt. Ja. Hey, en jij, even naar je spullen, want jij bent endorser van Silgen ook, hè? Ja. Heb jij ook een hele specifieke setup die je graag gebruikt? Ja, die heb ik niet. Ja, hier dus even niet. Maar ik wissel constant. Ik heb nu even snel. Ik moest even zo. Mijn set zit in allerlei vrachtwagens en allerlei verschillende producties. Dat is allemaal stil komen te staan. En ik heb het all over the place. Dus ik heb nu even snel wat mee. Even alleen drumstel. Maar ik heb normaal ook wat kleine hi-hatjes, kleine splashbandjes en effect symbols. Maar dat wisselt constant. En ik heb hier nu gewoon Constantinopel Renaissance. En het is een hele oude trouwens. Dark Press 17 inch. Die heb ik al volgens mij al vanaf mijn eerste Zildjian endorsement. Dat is denk ik 30 jaar geleden of zo. En Pearl endorser ben ik ook. Ja. Kon ik ook helaas even niet meenemen. Omdat alles staat thuis gemaakt. Dus die andere set zitten weer opslag. Maar Pearl percussion ook. Pearl cowbell. Ik heb mijn eigen Zildjian signature. Kijk. Dat is meer. Kijk eens even. En Remo vellen. Ja. En ik heb ook nog SKB koffers. De hardcases. Dat is fijn. Geweldig. Dat is fijn. Dat is mooi. Heel goed, ja. Ja, man. Ja, en die heb ik ook even niet meegenomen, maar de Skygel dampers. Dat zijn al mijn endorsers, dat heb ik ze allemaal genoemd. Alles voor elkaar. Ja, geweldig, man. Wat zou jij nog heel graag een keer in je leven willen doen op artistiek muzikaal niveau? Artistiek muzikaal, nou, een oude droom van mij, dat zou je niet zeggen, maar zou een keer met
Paul McCartney spelen, dat is toch mijn allereerste inspiratie. De Beatles, ik kom uit die tijd. Ja, ja. Maar dat is een soort irreële droom. Dat is niet iets wat je echt kan nastreven. Dat lijkt me ook niet goed. Maar eerlijk gezegd, als ik terugdenk aan vroeger hoe ik de toekomst zag als jochie, en dat is bijna allemaal uitgekomen. Dus, ik heb de hele wereld over getoerd. In Noord-Amerika, Zuid-Amerika getoerd. Azië, heel Europa. En ik heb mijn bands, ik heb mijn eigen studio. Dus hier zit een heel tevreden drummer. En ik denk dat we heel gelukkig mogen zijn dat we dit mogen doen, dit instrument spelen. En in mijn reizen, ik heb ook heel veel, dat klinkt een beetje dramatisch, maar toch wel een hoop ellende gezien over de wereld. En joh, ik denk, we leven in een geweldig land hier, dat we dit allemaal kunnen doen. En het is een enorme rijkdom. En ik geniet er elke dag van. En het enige wat ik hoop, dat het zo lang mogelijk door kan gaan. Zeker. Ja. Want er gloort weer een beetje hoop. Die vaccins die zullen uiteindelijk gemaakt worden. Dus ja, dan kunnen we weer een beetje de boer op. Op een gezonde manier. Ja. Want je speelt momenteel ook niet zoveel, hè? Door die, Nee, het staat stil. Ik bedoel, de tour. Ik zou eigenlijk nu met de Big Band 25 jaar jubileum zouden we de tournee doen. Langs de Nederlandse theaters, grote theaters. 25 jaar bestaan. Dat wordt nu volgend jaar 26 jaar bestaan, jubileum. En ik zou met de Latin Devils door Duitsland stond een tour. Het is allemaal opgeschoven. Enorm veel werk geweest om dat te regelen. Dat doet mijn vrouw ook, Roosje. We hebben samen Tam Tam Productions. Dus, oh, te gek, ja. We werken samen en zij krijgt eigenlijk alle credits geven. Maar, nou, doe dat. ja, bij deze. Ik hoop alleen maar dat het zo lang mogelijk doorgaat. Dus het spelen en dat het snel weer terugkomt. Dat hoop ik voor, niet alleen voor mij, maar ook voor jou. En, jazeker. Hoe doe jij dat eigenlijk, Sietse? Mag ik jou? Ja. Voor wat betreft het spelen of hoe ik deze tijd doorkom? Ja. Ja, het spelen is mondjesmaat. Ik heb hier en daar wel wat concerten en wat dingen mogen doen. Ja. Ja, dat voelt meteen wel weer heel fijn. Want het is niet alleen het spelen, hè? Het is gewoon ook een way of life. De drum life. Dat is je identiteit. Dat is wie je bent en wat je het liefste doet. En als dat van je wordt weggenomen door de omstandigheid. Ja, dat gaat even goed. Maar op een gegeven moment dan word je er wel flauw van. Maar aan de andere kant, ik herken ook wel wat jij zegt. Ja. Hè? Dat het heel tweeledig is. Dus de stress en de frustratie en het hele gesodemieter. Ja. Maar aan de andere kant ook even die ruimte voelen. Want je hebt ook, ik heb ook datzelfde ervaren. Dat ontzettende afgejaagde gevoel. Omdat ik, je bent al bijna 30 jaar, 70 uur per week aan de slag met wat je doet. Maar je hebt wel gelijk, het is een way of life. Is eigenlijk, het is niet alleen drummen, het is ook het onderweg zijn en het toeren en het dat is het. En het sociale element van precies. Mensen spreken en een beetje rondhangen. Even en, koffie bij het tankstation. Juist. Een beetje domme hoeren en gezelligheid. De romantiek ervan is van dat van, is het. Dat is het. Ja. Maar ik ben wel, ik heb mezelf wel heel erg ontwikkeld, want ik maak dus dit programma. Super. Ja. Dat is er overigens wel al ontstaan voordat die hele coronacrisis ontstond. Toen lag het plan op de tafel, maar. Ja, en ik ben met name heel erg bezig in mijn studio met dingen maken en voor social media. En, en daar is de tijd voor nemen om dat hele internettraject eens door te gaan. Nou ja, we zijn natuurlijk allemaal creatief, jij ook. En iedereen probeert er het beste van te maken. En dat zal wel blijven. Maar alles begint en eindigt met spelen. Juist. Dus ik stel voor. Oh, jij wou wat spelen? Ja, dat lijkt me leuk. Ja. Lijkt me leuk. Super, nou ja, begin jij maar. Ja.